kijkt u even mee naar dit recente spotje van verzekeraar ASR. Als je het mij vraagt, verwacht ik van een verzekeringsmaatschappij integriteit, altijd. En een duurzaam en humaan beleid. Juist, ASR. Dat verwacht Nederland dus van een verzekeringsmaatschappij. Dus als je klant Raymond Heijboer in dit water springt om het leven van een te water geraakte automobilist te redden, dan vergoed je natuurlijk desgevraagd zijn nat geworden telefoon. Scoor je punten mee. Maar ASR zegt nee hoor, want u sprong vrijwillig in het water. Cristiano Ronaldo postte vandaag op Facebook en Instagram deze foto. En let op dat voetje. Je zou zeggen dat is op het randje, maar voor boeddhisten wereldwijd is dit over het randje, oftewel heiligschennis. Ja, dit is een jongen van 10 in de Porsche van zijn ouders op de openbare weg in België. Dan denk je, waar zijn zijn ouders dan? Nou, die zitten naast en achter hem in de auto en vinden dat het eigenlijk wel iets harder zou kunnen. Voor de winnaar gaan we naar een markt in Pakistan. Als u hier werkt als analfabete theeverkoper, dan is dat niet bepaald een garantie voor een rijk en zorgeloos leven. Maar één foto op social media kan het verschil maken. Fotografe Jia Ali schoot dit plaatje van deze Arshad Khan en Zuidoost-Azië ontplofte. 17 jaar heeft dit stel geprobeerd zwanger te worden. Eindelijk lukt het, u ziet de blijdschap. Maar die blijdschap die was van korte duur, want wat volgde was een hel. Het kind werd veel te vroeg geboren, moeder was bijna dood, kind aan een zijden draadje. Het werd echt een lijdensweg met hartoperaties, allemaal te volgen op Facebook tot vandaag. Want na bijna een jaar intensive care gingen vader, moeder en zoon, die ziet u straks, hier is hij, voor het eerst in een jaar naar huis, samen. En Facebook leefde massaal mee. En voor de winnaar gaan wij terug naar 2003. Naar deze Steve Bartman, die in het stadion zit van zijn favoriete honkbalteam, die na 58 jaar kans maakt met nog een paar vangballen te gaan om naar de World Series te gaan, de WK-finale. Dan slaat de tegenpartij deze bal. Die gaat richting Steve. En in zijn enthousiasme staat hij op en doet hij dit. Hij komt daar met zijn hand en hij verklungelt een vrijwel zekere vangbal van zijn favoriete team. Die verliezen de wedstrijd en Steve wordt hier meteen volksvijand nummer 1. Kijk naar die blik. Dit gaat het hele stadion door. Hij moet onder politie-escorten worden afgevoerd. Zijn adresgegevens worden op het web geslingerd. En er begint echt een heksenjacht. Neemt u dat van mij aan. Die zo traumatisch is voor Steve dat hij zich tot op de dag van vandaag gedijst houdt. Hij wil helemaal niks. Zo lang is hem dit nagedragen. Tot deze week als zijn team de Chicago Cubs na 108 jaar dan eindelijk die World Series winnen. En na het eerste feestgedruis gaan er nu steeds meer stemmen op om die Steve Bartman te rehabiliteren. Hij heeft ook een eerste teken van leven gegeven vandaag. Hij heeft geroepen, ik ben overjoyed. Hij durft nog niet te komen, maar de hetze is definitief voorbij. Welcome home, Steve. Kom er maar weer bij. Winnaar van de dag op social media. Steve Bartman, Paul. Ja, volkomen terechte winnaar. Dit inderdaad. Ja, fantastisch. Ik dank jullie. Ja.